knolselder, waarvan je het receptje ook kan terugvinden in ons O4 kookboek, maak je best op volgende manier klaar. Als je goed kijkt, is de O4-ring vrij droog. Hij is heel lichtjes ingeolied en dan met een doek uitgewreven. Want wanneer je niet te veel olie gebruikt, zal het ook langer duren alvorens je groenten bijvoorbeeld in dit geval gaan kleuren. Zulke dikke plakken knolselder hebben toch wat tijd nodig om te garen en dan spreek ik ongeveer van een half uurtje. Wanneer je in het begin al veel olie gaat gebruiken, zullen ze zeer snel kleuren en dan zijn ze van binnen zeker nog niet gaar. Ondertussen is onze knolselder na een goede 35 minuten mooi doorgegaard, nog niet erg gekleurd en dat wil ik nu doen door wat olijfolie. Daardoor gaat hij sneller bakken. Dat hoor je zelfs. Hij gaat dan ook sneller kleuren. Wat extra liefde toevoegen. En in dit geval gebruik ik liefst alleen peper en zout, want die knolselder is zo intens van smaak dat het niet moet verbloemd worden met speciale kruiden. Nog heel even laten korsten aan twee kanten. En dat mag snel gaan, dus dan leg ik het liever aan de binnenkant van de ring, waar de temperatuur toch makkelijker 100 graden hoger ligt dan aan de buitenkant. Voor meer uitleg kan ik even verwijzen naar het O4 kookboek, waar bij de groentebereiding de bereiding van knolselder mooi uitgelegd staat. En zo zie je ook het eindresultaat. Mooie gekorste knolselder die ik op de vuurring mag versnijden. Kan geen kwaad. Dit is een stalen plaat en dit roestvrij stalen mes gaat geen krassen zetten op de stalen plaat. En je kan het op een leuke manier presenteren aan je gasten op het cederhout.